We zijn hier bij de opslaglocatie van Local Care. Local Care is een organisatie die goederen inzamelt voor Oekraïne. En ik sta hier bij Gert-Jan Meijer en Gert-Jan Rodenburg. Gert-Jan Rodenburg, wanneer gaan deze goederen naar Oekraïne toe? De bedoeling was komend weekend rond 11 november. Maar nu hebben we bericht gekregen dat de vrachtwagen die zou komen een opstopping heeft bij de grens Oekraïne naar Polen. En hij heeft nu toestemming gekregen om op 11 november 's morgens de grens te passeren. Dus dan is hij nog niet hier. En had hij nog een vracht bij zich. Die moet eerst nog lossen. Dus dat zal volgende week, halverwege de week zijn. Over anderhalve week dat de zaak geladen kan worden. Gert-Jan, hebben jullie een contactpersoon in Oekraïne? Ja, wij hebben pastor Victor is onze contactpersoon. Die woont in Rivne. Dat is in het noordwesten van Oekraïne. Nog het relatief veiliger deel dan. En hij deelt daar ook spullen weer uit die wij hier lokaal ingezameld hebben. Hij gaat lokaal daarmee aan het werk. En één restrictie daarop. Hij gaat wel naar Kherson toe. Dat is in het zuiden van het land waar de mensen het heel moeilijk hebben door de Russen veroverd is en weer terug veroverd is. Dus hij vindt dat daar een nood nog hoger is en hij gaat daar ook met spullen gaat hij daarheen weer. Ja. Dat valt buiten onze sfeer verder. Hij regelt dat zelf. Ja, maar daarom is het ook lokaal natuurlijk. Hij weet waar de nood het hoogst precies. is. Precies, dat is het inderdaad. Ja. En wat voor spullen hebben jullie allemaal ingezameld, Gert-Jan? Nou, we zijn momenteel bezig met dikke winterjassen, zoals we ook gevraagd hebben. Truien, dekbedden, dekens en dergelijke. Maar wat we nog in opslag hebben staan zijn meubels en allerlei zaken die daar goed gebruikt kunnen worden en waar ze eigenlijk grote vraag naar is. Ja. En hoe zit het eigenlijk met de kosten? Want zo'n transport kost natuurlijk ook best veel geld. Er moet een vrachtwagenchauffeur komen, een vrachtwagen. Ja, ja, ook de kosten daarvoor die komen bij ons vandaan. Wij dragen ook die kosten. Want Janik, jij zit meer in de financiële kant. Maar hij komt met een heenvracht. Hij heeft gezorgd dat hij in Oekraïne een vracht had voor in deze regio. Dus in België, Engeland of dan wel in Nederland. En dan bij terug gaat hij met onze goederen en die vracht betalen wij. En dat zou rond de 2000 euro zijn. Ja. En dat is allemaal ingezameld via de kerk of zo? Ja, bij kerken eigenlijk overal vandaan. Wij proberen ook lokaal aardig aan de weg te timmeren. En dus er zijn veel mensen die ons kennen inmiddels en die graag wat bijdragen voor ons. Okay. Ja, ja. Nou, succes met de transport. Dankjewel.